Oud-minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Christine Polak, is overleden. Gisteren kwam het bericht dat Polak in het ziekenhuis is ingeslapen. Als minister van Sociale Zaken zat ze 2 jaar aan onder regering Bouterse II. Met haar achtergrond in orthopedagogiek maakte ze zich sterk voor de verbetering van de positie van vrouwen in Suriname. Polak heeft ook de positie gehad van gevolmachtigd minister op de Surinaamse ambassade in Caracas. Alvorens ze minister werd en ze stelde in mei 2019 haar portefeuille ter beschikking na perikelen binnen haar politieke partij, de NDP. ATV condoleerde nabestaanden en vrienden van Christine Polak.